De gemeente doet voldoende om de ontslaggolf in de zorg te beperken. Dat vindt wethouder Scholten. Vanuit de oppositie is er kritiek dat er te weinig gebeurt. Maar dat bestrijdt de wethouder. We hebben niet voor niks de afspraak gemaakt met de thuiszorgorganisaties over de zachte landing van de bezuinigingen volgend jaar. En die hebben er alles mee te maken om te voorkomen dat mensen ontslagen moeten worden. Heel letterlijk heeft Zuidzorg gezegd, we hebben voorkomen met die afspraak dat er ontslag is aangevraagd voor 300 mensen volgend jaar. Dat hebben wij gewoon weten te voorkomen. Omdat er fors moet worden bezuinigd in de zorg en de gemeente er volgend jaar veel meer zorgtaken bij krijgt, doet Eindhoven steeds vaker een beroep op vrijwilligers. En dat is niet zonder risico. Er zijn natuurlijk grenzen aan die verdringing. En ik ben het helemaal met u eens. Als iemand nu betaald werk heeft in de zorg, die zou ontslagen worden en die zou gedwongen worden om met behoud van uitkering hetzelfde werk te doen, vind ik niet acceptabel. Het college is nog met werkgevers, werknemers en de minister in gesprek om de ontslagen in de zorg zoveel mogelijk te beperken.